Oh, god. We raakten de voorkant. Gas! Ik zei in het water, nee! Oh, gas, gas, gas! Oh, my god! Hallo, dames en heren, en heel erg tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb knijters veel zin in vandaag. Hopelijk jullie ook. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En laten we de dag goed beginnen met een atje. Want een atje voor de sfeer, voor de sfeer. Atje voor de sfeer. Wow! Lekker hoor. Hebben jullie dat nog nooit gehad? Wat is dit? Jurrien heeft nog nooit een ochtenddrankje gehad. Maar lekker dat je mee hebt gedaan. Is het voor bij jou zat de vodka in. Dat vind ik wel lekker. Wij gaan vandaag stunten, dames en heren. Jurrien en ik gaan samen op pad. En wij gaan niet de Porsche nemen. Wij gaan wel twee andere auto's meenemen. En ja, je hebt het goed geraden. De eerste die we mee gaan nemen is... De Lamborghini Urus. De rode knolpower tank. En die gaan we meenemen. Maar daarnaast gaan we van een tank naar een koekblik. Namelijk de Nissan Micra. Waar nu nog een deuk in zit. Maar hij had er echt al mega veel. En ik zie dat door de regen de verf die we erop hebben gespoten vorige week een beetje is, is los gaan laten of zo. Zelfs de bloemetjes hier zo zijn rood. Ik heb wel echt iets van een week of zo deze auto gewoon niet verplaatst, niet aangedaan, niet geopend. Dus laten we als eerste eventjes kijken in de kofferbak. Zo te zien leven de plantjes nog wel. Kijk eens even, welkom in mijn plantentuin. Wauw. Hoe gaat het met jullie plantjes? Lekker helemaal frisse fruit. Wow, wow, wat komt er allemaal vanaf? Oei, yo. Oh, wat is dat? Gadverdamme. Oh, het lijkt wel alsof het gewoon in de fik staat. Het is gewoon aan het roken. Ja, goed. Dat is in ieder geval de achterbak. Hierbovenop liggen lekker plasjes water. En voor de rest, ja, je ziet het. Hij is niet waterdicht. Hij is helemaal vochtig van binnen. Maar goed, hey, ik heb me voorbereid. Daarom ligt er ook voor in de auto een doek. Zodat ik altijd de nattigheid een beetje weer droog kan maken. Maar nu staan we voor het volgende dilemma. En dat is twee auto's, twee personen. Maar volgens mij willen we allebei niet in een Nissan Micra. Nee. Straks wel, maar nu niet. Kijk, nu moeten we gewoon de openbare weg op. En we gaan richting Zeewolde. Daar gaan we namelijk iets spectaculairs doen. Dat wordt echt heel erg vet met een Nissan Micra. Maar wie gaat daar heen rijden. Is ongeveer 30, 35 minuten rijden. Dus ik heb hier de sleutel van de Nissan. Ik heb hier de sleutel van de Porsche. We kunnen twee spelletjes Lambo spelen. Lambo. Inderdaad, Lambo. Ja, de Porsche die is gejat door mij. Dus de Lambo en de Nissan Micra. Ja, ik raakte in de war omdat ik dit logo zag. Maar de Nissan Micra is een soort onderschatte Porsche. Dus we hebben deze twee auto's. Nu kunnen we twee spelletjes doen, Jur. Of ik hussel deze door elkaar. Ik doe het achter. En jij zegt welke hand en welke ik dan tevoorschijn pak. Daar moet jij mee rijden. Of we doen steen, papier, schaar. En wie steen, papier, schaar wint, dan mag de winnaar een auto kiezen. Een steen, papier, schaar. Ja, ja, dat vind ik jammer. Ja, maar jammer. Jij ging zeker poetelen. Nee, ik zou nooit vals spelen. Nee. Serieus? Jor, ik zou nooit vals spelen. Nee. Ik meen het. Dat is de beste, je boos maken. Dat is de beste grap die ik deze week heb gehoord. Ik zei, je moet me niet boos maken. Ik zal nooit vals spelen. Nee, echt niet. Ik win mijn spelletjes altijd eerlijk. Oké, dan gaan we steen, papier, schaar doen. Steen, papier, schaar. Nee! Nee! Yes! Nee, dat meen je niet! Ik geef die Lambo sleutel maar! Geef maar! Nou, oh, dat was heel naar Zeewolde te rijden. Gast, dat was zo makkelijk voor jou. Nou, hier heb je de Lambo sleutel. Nu maar hopen dat hij nog gaat starten, dames en heren. Dat is eventjes de vraag. Oké, dames en heren, weer voor de eerste keer. Ik weet nog niet eens meer welke kant ik op moet draaien. Kijk. Sorry, dit is mijn fout. Dit is mijn auto. Ah, het stinkt hier ook. Er ligt hier nog een bord waar ik van heb gegeten. Oh, de telefoon gaat. Hallo? Het is voor jou, het is je moeder. Ze vraagt hoe laat je thuis komt vanavond. Als ik de lampen mee heb, niet. Fuck! Oh man, oké. Ik ga nu, dames en heren, proberen de auto te starten. Ik druk de koppeling in. Ik heb de sleutel erin. Ik ga hem omdraaien. We gaan de auto starten. In 3, 2, 1... Nissan Micra, laat mij nooit in de steek! Hoppa! Nou, stap in die dikke Lambo van hier, let's go! Hoppa, gek! Oh! Oh my god! Bro, er ligt daar gewoon allemaal schimmelgas.
fucking ranzig. Er ligt gewoon een schimmel. Wat? Oh, echt super ranzig. Echt heel ranzig. Oké, we moeten deze echt maar even flink aftrappen. Want dan kunnen we hem naar het, ik wou zeggen grof vel, maar de ijzerboer. Kunnen we hem plat stampen. Nou, weg nu naar die dikke Lambo. Doei. Oh, wat is dit een lekker autootje. Stuur me maar mee. Kijk hem zitten dan. Die stank is gewoon, oh. Ik doe het mondkapje op, maar ik ben bang dat de stank daar gewoon echt volledig nog doorheen gaat. Dit is zo penetrant. Dit is niet normaal. Oh, heel cool hoor. Wat dan? Wat? Cool, heel cool. Hoor dit dan, hè. Het blijft me verbazen dat deze auto gewoon een piep heeft als je achteruit rijdt. Oh, heerlijk stuurverwarmingtje. Lekker stoelverwarming. Lekker hoog zitten. Bam, jongen. En dat doe je niet, hè, met de Lambo. Wop, gek. Ben meteen weg. Huts. Ruik dat rubber. Oh, lekker, hè. Dat is gewoon die Nissan Micra rubber. Heerlijk. Dit is ook voor het eerst dat Enzo eindelijk een keer gewoon iets verliest. Die jongen die wint alles. Dus ik zat zo van, ja, als we een challenge gaan doen, als hij ze achter zijn rug gaat houden, dan verlies ik sowieso, want dan geeft hij mij die Micra-sleutel. Maar dat deed hij niet. Of ja, dat kon hij niet, want ik wilde steenpapier schaduw. Jongen, ik wil eigenlijk even de stuurverwarming aanzetten, want ik heb de ramen openstaan, maar dat gaat helemaal niet, want ik heb geen stuurverwarming, alleen ik wil de ramen ook niet dicht doen, want het stinkt hier zo verschrikkelijk. En dan ben ik ook nog verkouden, hè. Normaal gesproken heb ik ook stoelmassage aan. Nou, daar zal Jurien ondertussen ook wel van genieten. Hij zal van alles wel gebruik maken. Alles wat die auto heeft. Ja, logisch ook. Als je zo'n auto hebt, dan moet je van alles gebruik maken. Maar ik maak ook gebruik van alles in deze auto. Hoppa. Ik maak gebruik van de volledige 54 pk die in deze auto zit. Ja, ja. Zo bizar. Hallo. Daarachter, hè? Nog pas op bak. Oh, nee, daarachter. Alles goed, maatje? We gaan de scouting. Geen de scouting? Ja, vet, man. Hey, nou heb je me toch nog even gezien. Ga je leren knopen en kampvuurtje maken. Hey, als de wereld vergaat, dan kom ik naar jou toe, ja? Dan kan jij ons helpen te overleven. Oh, en toen kom jij me ophalen? Ja, kom ik je ophalen? Ja, ik heb een drukke planning vandaag, dat weet ik niet. Nou, veel plezier, hè? Oké, we zijn aangekomen in Zeewolde. Zo schattig dat Virginio dan zegt van, ja, ik wil graag Enzo nog even zien. Nou, is toch gelukt ook. We komen elkaar gewoon tegen in de straat. Goede timing. We gaan eens even deze auto parkeren. Gaan we eens even gedag zeggen tegen iedereen. Huh? Waar is de BMW? Weg. Waar is de BMW? In mama. Ja, mama heeft de BMW mee. Huh? Hè? Kijk hem nou, met zijn hand in zijn broekzak. Kijk hem, wat een baas. Oh. Binky. Binky? Oh nee, nee Binky. Kom, we gaan hem halen. Binky, kom eens hier. Zo heet die hond. Roep maar, Binky. Ja, goed zo, daar is Binky weer. Ja. Ja, kom, we gaan naar binnen. Kijk hem ook rennen. Hé, hey, wat ben jij nou weer aan het vreten? Ah. Ik ben nou vergeten. Wat ben ik vergeten? Ben ik Hans vergeten? Ja. Maar wie is Hans? Weet ik veel. Weet ik veel? De frisbee. Oh, de frisbee. Oh, de frisbee Hans. Ja. Waar is die dan? In de auto. Oh, die ben ik vergeten mee te nemen, omdat jullie hem zo leuk vonden. Ja. Oh, nu snap ik hem. Ja, ik ben de frisbee Hans vergeten. Maar goed, we zijn dus in Zeewolde. We zijn bij Sheet. En ja, we hebben dus met een reden hebben we twee auto's mee. Omdat deze auto we straks gewoon weer verder gaan afrachen. En dat wordt echt super vet, want je hebt verderop heb je een veld. Een stuk gras wat niet wordt gebruikt. En daar gaan we eens even flink stunten. Aangezien het nu overdag is, kunnen we gewoon mooie beelden maken. Dus dat wordt echt gruwelijk vet, kan ik jullie vertellen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik ga Luciano laten schrikken. Ja! Hey! Oh, moet je kijken, een mooi bloemetje. Oh, wat gaaf. Stomme bloem, ik wil helemaal geen bloem van jou. Nee hoor, grapje Milana, ik vond het heel lief. Kijk, die is voor jou. Nee, voor jou. Lieve, lieve Milana, ik heb hier al lang over nagedacht. En vandaag vraag ik jou ten huwelijk. Kom, ik heb hem gedaan. Wil je met me trouwen? Nee.
Nee? Heb je nou een foto gemaakt van mij toen ik jou ten huwelijk vroeg? Ja. Ja? Milana, wil je verkering met me? Je wordt er verlegen van, hè, Milana, als ik het vraag. Pak dat bloemetje aan. Nee. Nou. Luciano, ik heb lang op dit moment gewacht. Ik ga op mijn knieën. Hij wil in de auto. Hij wil in. Oh, daarin. Luciano is helemaal onder de indruk van de auto. Wil je die auto ook hebben? Ja. Ja. Wat staat erop? Ik vind nog serieus goed geluk, power. Man. Power. Wow, power. Hij weet het gewoon, hè. Power. Hey, wat zit je allemaal foto's te maken in mijn auto, joh? Hier, Luciano, deze is voor jou. Want je zus wil hem niet. Luciano, niet wegrennen van mij. Hier, deze is voor jou. Oh, Audi. Alsjeblieft. Die Audi, het ziet hij gewoon. Dit is gewoon een elektrische Audi, de e-tron. En jij weet dat gewoon. Alsjeblieft. Wil je verkering met mij? Deze andere. Kijk, ga maar zo staan. Ga maar lopen, hier. Kom maar. Nee. Oh, sta je gewoon op mijn auto. Gek. Oh. Dat duikt er gewoon in. Wat ik wel jammer vind van een rap, dat ze die binnenkant mooi doen, zie je? Ja. Dit kostte me te veel moeite om dit ook te spuiten. Kom maar, doe het er. Hey, wat maak je lawaai, joh? Wat doe je nou? Met je bloemetje. Hey, ben je van de paparazzi of zo? Ik heb ook gewoon een privéleven. Nee, jouw papa heeft ook gewoon privacy. Ja? Ja, mevrouw. Doei, Milana. Ah, oh, dat is wel een schattige foto. Hier, carspotter. Ja. Gewoon een carspotter. Oké, dames en heren. We gaan crossen. We gaan allemaal proberen om een sprong te maken met deze auto. Hoe hoog gaan we maken? Een metertje of twee. Oh, echt, dat is wel hoog. Echt hard, hoor. Dat is wel hard, ja. Lekker weertje ook, hoor, ja, mensen. Echt. Dit is de perfecte dag om een auto te slopen. Denk je dat we hem kapot krijgen? Ja, je hebt wel een extra auto mee. Was er iets met de voorbedachte raad of niet? Nou, ik wilde hem misschien wel bij jou laten staan, ja. Ja, kijk, weet je wat het is? Ik ben met twee auto's omdat ik hierna nog naar Assen ga. En vanaf Zeist naar Zeewolde is al richting Assen. Dus om dan weer helemaal terug te rijden naar Zeist en dan daarna naar Assen is een omweg. Dus ik dacht, nou, weet je. Kijk, die plas daar, daar gaan we heen. Oh, gast! Nee, dat meen je. Ja, dat gaan we toch doen. Oh my god. Dit is perfect. Het heeft geregend en nu schijnt de zon. Oh, maar hier komen we denk ik echt in vast te zitten. Hij is wel dieper geworden. Ja, dat denk ik ook. Jammer dat de Lambo geen trekhaak heeft. Konden we hem eruit trekken. Ik heb ook wel zin om straks hier even zo even gas te geven met de Lambo, hè. Maar dan niet de jump. Oh, oh, yo! Oh my god! What the heck? Oh, die lag hier nog in de auto. Nee, die ligt er nog in. Ik heb het ook. Klootzak. Wow. Nou, is de auto goed versierd? Gast, hier kunnen we nooit doorheen rijden. Hier kan je gewoon vissen, geloof ik. Dan weet ik het zeker. Mag ik erin duwen? Oh, dit is... Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, we gaan toch even kennen. Ja, dat is waar. Volgens mij is het zo koud. Het is niet super diep inderdaad. In één keer zakt hij helemaal weg in het water. Er ligt ongeveer 20 centimeter water. Thanks voor het meten, maar ik denk wel dat we dit met het water pas op het einde moeten doen. Want stel voor, we komen vast te zitten met de Micra. Dan zitten we ook echt vast. En dan moeten we duwen, denk ik. Tenminste, als de motor het begeeft. Ja, goed, we hebben twee Knolpower Beasts hier staan. En laten we deze maar gewoon even lekker afrachen. Want ja, ik heb deze auto ooit gekocht voor 500 euro, voor de mensen die het niet weten. En die 500 euro was het sowieso waard, want ik heb al zoveel lol gehad met deze auto. Dat is echt niet normaal. Let's go. Hey. Carspotter. Dat gezicht van Jero. Je gaat niet gelijk naar het water, hè? Hoppa. Oh, dat is niet tof. Schoppeltjes. Dit gaat weer lekker, hoor. Ja, kijk hoe snel het nu ook gaat. Dit is niet normaal. We rijden 60, gast. Hey, maar gewoon in het donker. Dit is eng. Maar nu is het top. Hier rechts, hè? Ja. Oh. Kijk hoeveel gaat het ook, hè. Ja, dit is lekker om te doen, hoor. Hier komt die plas. Oh. Ook in deze plas. Oh, ook gek. God. Oh my god. Oh, kijk, het drift ook heerlijk dit, jongen. Kom hier. Oh, oh, gast, kijk. Doe weer uit in deze stad. Ja, hoor, doe het gewoon nog. Gast, wil je naar die plas gaan daar zo? Ja, nee, ja. Daar zo verderop. Je hebt een zieke plas, hè? Dat is echt vet. Moet even nastaan. Dit blijft toch een lekker bultje? Ja, deze blijft gewoon lekker. Oh, we raakten de voorkant.
Dus klap je zo om, hè? Oké, nu gaan we even een beetje snelheid maken voor die plas daar. Die plas is echt lijp, hè? Deze was ook leuk. Maar deze, jongens! Ziek, hè? Kijk, we moeten glijden ook. Top, dit. Gast. Ik denk dat het allemaal minder. Ah, minder. Je kan rijden of je kan rijden, hè? Oh. Wat zei je? Je kan rijden! Je kan rijden of je kan rijden? Zo'n gat in de weg, zo'n gat. We donderen zo meteen om, jongen. Dat is zo heerlijk, die bocht. Dat is niet normaal. Je glijdt er gewoon helemaal in. Die is echt ziek. Wil jij eens rijden? Ja, zeker. Nou, die deur gaat nu alweer niet open. Nee, maar dat heb ik altijd. Ik kan gewoon. Zo. Hoppa! Nou, shit. Ik kan je één ding aanraden. Oh, gas. Oh, snel erin, snel erin. Ik heb nog niet erin. Ik doe niet. Wacht even, gas. Ik krijg die gordel niet. Shit. Ja, doe maar. Maar hij gaat niet. Oh, shit. Oh, shit. Ja, ik heb hem. We slaan nog een keer om, hè, met deze auto. Zeg. Gast! Ik is hier nu echt. Pas op, dit is die jump! Gast! Je bestaat! Oh my god! Dit is die jump, ja, ik zag dit! Oh my god, ik zag het niet zeggen! Ik zei nog, die jump komt aan! Dat was door die jump, hè? Oh my god! Gast, die hele... Oh, die hele achterkant! Wat is er? Oh my god! Dames en heren, mijn kenteken! Oh jee, de onderkant, kijk dan hoe krom! Zo! De kappen liggen er bijna af! Kijk die onderkant! Dat is wel echt heel hard! Nee joh! Oh, er hangt hier iets los! Oh! Die was mega hard. Nou, het heeft niet lang geduurd, dames en heren, voordat de auto gewoon helemaal onder de mudder zit. Maar echt helemaal onder de mudder. Kijk dan, wat een smurrie. Oh. En die achterkant helemaal gescheurd. Zo, benieuwd. Kijk, beunhaasje, iets fix het even. Maar wat een monster, hè? Hij kan dit gewoon allemaal aan. Oh. Vooral die voorkant hier. Jeetje, Mina. Jezus! Ja, dit ding wordt steeds een stroomlijnder. Maar kijk ook wat voor deuk hier zo. Wat is dit fantastisch om gewoon te kunnen doen met deze auto. Oké, shit, die gaat nu keihard in zijn achteruit rijden. Wat? Nee joh. Oké, hij gaat nog een keer. Hij probeert tot hier in zijn achteruit te gaan en dan het stuur omdraaien. Oh, hij slaat uit. Ja, hij doet het nog. Moeilijker als ik dacht. Het stuur gaat gewoon alle kanten op. Ja, het stuur gaat alle kanten op door al dat zand hier. Wat doet hij nou? Wat doet hij nou? Hij gaat gewoon over het gras hier. Die achterbumper hangt er ook gewoon daarachter en wordt helemaal over de grond gesleept. Oh. Gast. Oh, yo. Kijk dit dan.
wat je hebt gedaan. Voordat het riet is vet, hè? Gast, dit is sowieso vet. Wat dat ding erop? Die plas. Ik denk dat ik dat even ga doen. Ja, dat is een vallen. Kom hier. Wow! Oh, we moeten hem uitzetten. We moeten hem uitzetten. Dus doe de plas even snel. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Kom. Shit, je hebt hem kapot gemaakt. Ik denk het echt. Oh, oh, oh. Kijk, het bocht helemaal. Dat is niet goed, hoor. Nee. Zou je denken? Jawel. Zou je denken? Even af laten koelen. Kom maar goed. Dames en heren, we hebben al een paar mooie plasjes gepakt. We hebben hier de jump een paar keer genomen. Maar het is gewoon tijd voor die plas. Aangezien we misschien bijna ten einde komen van deze prachtige Nissan Micra, denk ik dat we nu gewoon door de plas moeten gaan. We hebben hem eventjes laten afkoelen. Hij is nu gewoon weer helemaal klaar om te gaan. Daar gaan we. Je beseft je wel dat we nat kunnen worden, hè? Joh. Maar we houden de ramen gewoon open. Ja. Ja, natuurlijk. We gaan de ramen gewoon open houden. Ik bedoel, jullie willen content, dan krijgen jullie ook content. Snap je? Wat is het ergste wat kan gebeuren als zo'n koelvloeistof lekt? Niks, gewoon. Maar niet hier. Wat? Ja. Gewoon ontploffing. Nee, gewoon dat gewoon leeg is, kapot. En dan draai je motor en wordt hij te heet. Dan blaas je hem gewoon op. Hij laat me ook nooit in de steek. Nee, echt. Het is niet normaal, hè. Wat een toppetje. Nou, gaan we met de camera, hè? Ja. Oh god. Niet aan mijn kant. Nee, gast. Nou, het was wel een beetje lafjes. Dat ja, je, dit is, ja, het was even opbouwen, hè. Even opbouwen, even opbouwen. Woo! Nog lekker hoor. Ja, hè? Kijk, dames en heren, hij is een beetje heet. Vanavond op pad. Ja, we gaan even, ja, we op gaan onderzoek. Even op pad, 1 meter langer. Ja. Oh my god. Oké, okay, wat is jouw bedoeling? Kijk, zou het? Hier bovenop. Nee, dit red je niet met die autogast. En dan hier eraf. Nee, dan sla je over de kop, gast. Rustig naar beneden. Maar ik denk dat als we hem erop krijgen, dan kunnen we inderdaad heel mooi via hier zo film en dan daar doorheen. Ik ga de auto aanzetten. Hoppakee, niks aan het handje. Ja, nou start er dan. Gast, deze laat mij nooit in de steek. Ja, is gewoon best nieuw. Dames en heren, deze auto is echt niet normaal. Nou, wat gaan we doen, maat? Nou, we gaan nu vol gas door de plas, maar dan echt door het diepere stuk van de plas. Dus ja, we gaan hem eerst... Ja, klinkt zeker als een goed idee. Jur denkt ook, waar ben ik in beland? Ja, echt hè. Ja, Jur vindt alleen maar mooi, ja, om die dikke shots te maken. Ja, zeker. Dus shout-out naar Jur voor de dikke shots. Swipe op. Oh my god, oh my god, oh my god. Nice! Yes! Wow. We hebben hem! Deze gaan we zo meteen pakken. Deze wordt echt lijp. Gast. Ja, ja. Kom op. Nee, jongen. Gewoon onder de kant. Elke keer als ik gas geef, valt hij uit. Ja, moet je even laten draaien gewoon. Geen gas. Hij loopt, hij loopt. Geen gas, geen gas. Oké, okay, laten we even lopen. Even lekker. Sjeerd gaat even in de kap kijken. Bij het blok, bij de 54 pk. Ik denk dat hij een beetje nat is, man. Ja? Maar hij is echt zeiknat. Oh, hij is helemaal zeiknat. Maar hoe zou dat komen dan? Ik weet het niet. Heel raar dat hij helemaal nat is. Dus, kunnen ze hem niet tegen dan? Hoppa! Ja, 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 ja! Lekker! Hoppakee! Daar gaat hij! Hij doet het weer. Oh, 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 dat ding stinkt nu, hé. Dat is niet normaal. Oh. Hoppakee, het doet het weer. Dit is denk ik het laatste leventje wat we hebben van de auto. We gaan hier door deze plas. Gaan we even kijken hoe dat gaat. Ik zit dit zo even te bekijken, deze gehele plas hier zo. Dit gaat niet goed komen. Jawel, man. Dit gaat echt niet goed. Wij komen hier vast te zitten. Wie gaat er rijden? Steen, papier, schaar? Ja, dan verlies je. Ah, wie wint mag rijden. Je hebt een hele slechte dag. Oké. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Zie je? Helemaal. Oké, zie je het gaat rijden? Door deze hele plas. Tenminste, dat is de bedoeling. En... Hij heeft zo geen vertrouwen erin, hè? Nee, ik denk echt niet dat dit gaat lukken. Nee? Wil je een wetje leggen? Hij voelt even of hij geld bij zich heeft. Als ik het haal, spring jij erin het water. En als ik het niet haal, spring ik erin. Ja, goed. Ja? Ja, deal. Hoppa!
Oké, Sjiet, ga maar rijden. Maar gewoon wel echt gewoon. Wij gaan vandaag Sjiet in de sloot zien badderen, zwemmen. Kijk deze plas, dames en heren. Dit gaat hij toch nooit halen. Hij gaat er via hier in en dan moet hij helemaal daar aan de overkant weer eruit. Dat gaat niet lukken. Oké, daar gaat hij. 3, 2, 1, go! Gaat hij niet halen. Sjiet gaat het water in. Oh, kijk hem, kijk hem. Hoe doe jij dit? Ja. Hoe doe je dit? Dit kan toch niet? Gast! Dit kan niet hoor! Je haalde het nog maar net, hè? Oh, echt net. Kijk dan, helemaal. Oh, top! Je wordt koud, maat. Gast, je haalde het nog maar net. Yes. Ik denk dat ik die tip niet aan jou had moeten geven van ga nog ietsjes naar achter. Ja, want dat was echt cruciaal geweest. Ja, dat denk ik ook. Maar staat die auto daar nu stil of krijg je hem nog weg? Ja, krijg hem nog weg. Nou, haal hem maar hierheen dan. Dames en heren. Oh, 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 oh. Nu moet ik gewoon hierin zwemmen, dit meen je niet. Hij is gek inderdaad. Je vader is gek, zie je. Gio. Ja, hij staat daar vast, dat dacht ik al. Oh, hij haalt hem er ook nog weg. Nee joh, what? Die auto is echt een beest. Ruitenwissers aan. Hij rookt heel erg. Ik heb ook echt al te lang niet meer getraind, dus moet ik ook nog in mijn blote body. En ik verlies steen, papier, schaar. En ik verlies gewoon de challenge. Twee keer steen, papier, en ook schaar. Alweer met Jur verloren. Wat een nare dag heb je toch. Gast, ik ben net ziek geweest. Ja, oh ja. Ah, dit voelt al vies aan mijn voet, hé. Wow, yo. Dit is zo vies. Oh, oh, je zakt helemaal weg. Oh, je zakt helemaal weg. Nou, even zitten, even liggen. Oh, moet dat echt? Ja, met een tot je nek gewoon liggen. Ah, dit is zo vies. Ah. Mag ik aftellen? Ja. 3, 2, 1. Oh, oh, oh. Ja, ik keer dit goed, ik keer dit goed. Oh, 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 oh. Oké, nu ga ik het ook doen. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, ja, ja! Ja! Oh, bijna! Bijna! Nee! Nee! Gast, ik zou in het water! Nee! Nee, waarom jij wel en ik niet? Hoe dan? Oh, gewoon bijna! Bijna! Het is 1 meter! 1 meter scheelt het! Waarom jij wel en ik niet? Ik kan je spelen! Oh. Ik kan hier niet vast komen te staan. Nee, ik kan niet. Hey, nu ga ik letterlijk ten onder met mijn Nissan Micra. Dit moet niet de ondergang zijn van deze auto. Het kan niet! Gast, dit was één bijzonder plan. Zo, niet normaal hè? Oh, moet je stoel op je rug kijken. Oh my god. Er zit echt een plakkaat op je rug. Ik zat er op mijn rug, jongen. Hij had niet gezien, kijk dan. Wat is dit? Gadverdamme. Daarom lag ik net helemaal stuk in een deuk. Oh my god. Oh. Oh. Ken je van die filmpjes dat mensen te water zijn gegaan en dat ze op hun auto zitten? Dat moet ik nu ook doen. Gekke dokter. Even de ruitenwissers aan. En nu start je die auto. Hey, ik denk echt dat hij versopen is. Nou, daar zit ik dan. We zijn ongeveer 10 minuten verder. En ja, dan moet ik er zelf maar een feestje van maken. Hier, de auto. Yay, feest. Ik bedoel, we moeten wel zorgen voor een knallend einde. Hé, hey, de toeter doet het nog. Mijn Nissan Micra. Nee. Ik ga deze auto zo missen. Ik bedoel, de loszittende deurklinken. De airco die echt heel hard geluid maakt. Ik ga dat zo missen. De toeter.
Want die toeter maakt me altijd zo blij. En een loszittende bumper. Dat vond ik altijd zo mooi en zo en zo. En gewoon het fijn dat alles gewoon lekker rammelde. Dat vond ik echt altijd zo lekker en zo en zo. En gewoon de binnenkant van de deur die er niet meer in zit. Ik ga het allemaal zo missen. Het feit dat hij 1 op 20 reed. Ik vond het echt fantastisch. Weet je hoeveel geld ik kwijt ben aan mijn Lambo om te tanken? En deze auto was zo goedkoop. Nee. Maar ik denk dat ik goed nieuws heb en dan kijk ik mezelf even aan in de spiegel. Bij 50.000 likes koop je gewoon een nieuwe. Ja. Dat moeten we doen. A few moments later. Dit gaat gewoon helemaal top, hè? Ik kan alles kapot maken, ja. Sommigen zijn alleskunners, ik ben een allesloper. Pop! Ja, dat is een gordel. Kijk, heb je hier sleeptouw? Hey, maar een gordel is wel het sterkste wat er is, man. Ja, dit is top. Dit is echt vet. Weet je wat het veiligste dier op aarde is? Gordeldier. Als dit lukt, hè? Wauw. Let's go! Ja. Nee, ik zie hem. Daar gaan we! Oh, bijna! Oh. Oh, hij blokkeert je stad, hij staat niet, ze draait wel even. Ja, maar ik wil hem wel een uitdaging geven. Ja! Ja, gas. Ja! Hey. Top man, heel erg bedankt. Ik moet wel even de ramen eraan, dan wordt het straks gestolen. Nee hoor, het mag gestolen worden. Ik hoop dat ze hem stelen. Hoppakee, kijk dan wat hij met heeft. Knol van de onderbroek. Nou, dan gaan we even douchen. En dit is zo chill. Dit is zo chill. Dit is echt nice. Hey, maar ik heb net gehoord dat het zwembad 36 graden is. Oh my god. Eerst even afspoelen en dan een lekker duikje nemen. Het is hier tropisch warm. Dan moet je even die buitendeur open doen, anders is het stikje. Hij verslaat al. Ja? Ja, hij verslaat helemaal. Zo warm is het hier. Oh, zo lekker warm. En dan gaan we van de douche naar het zwembad. Oh. Zo lekker warm, niet normaal. Echt zo lekker. Oh. En dan gaan we van het zwembad. Oh, gaan we naar de jacuzzi. Oh, lekker. Ik weet niet waarom hier een pan in zit, maar... Kijk eens even wat Jurrie in heeft gesmeerd voor mij. Hey. Lekkere bammetjes. Lekker man. Oh, lekker. We pakken heel eventjes onze rust. We gaan even lekker chillen. En dan straks gaan we door naar Assen. Maar nu eventjes bijkomen. Oh, wat een gekkigheid was dat zeg. Niet normaal. Oh. Lekker man, geniet ervan. Zo, hoppakee. Helemaal weer met de kleertjes aan. En we hebben even wat zwaarder geschut erbij gepakt. Want we hebben hier een dikke 4x4 Land Rover. En deze gaat ons eventjes helpen. En uit de drerry sleuren. Want ja, die auto die staat daar verderop een beetje zielig te zijn. En ja, we willen hem wel even een warm plekje geven voor vannacht. We hebben een heel erg leuk idee. Dat idee, daar kwam Shahid mee. Samen met, wat was je naam ook alweer? Roel. Samen met Roel. En ja, we gaan ervoor zorgen, Shahid, Roel en ik, dat die auto echt een knaller van een einde gaat hebben. Want ja, die auto heeft toch 130.000 kilometer ongeveer erop staan. Ja, dat moet gewoon gevierd worden en afgesloten worden met een banger. En daar gaan we voor zorgen. Dus like als je er zin in hebt. We hebben in ieder geval sleeptouw en alles. En ik moet zeggen, dit is echt een vette auto ook. Serieus, hij is gewoon super mooi gerapt volgens mij. In het mat grijs. Dat is echt nice. Wat vind jij van die kleur? Hey? Ja, besef gewoon dat we in de ochtend hierheen gingen en dat het nu al gewoon bijna avond is. We waren hier tot 12 uur of zo. We hebben alleen maar lopen spelen als kleine kinderen hier zo. Allemaal bandensporen. Oh, wat geniaal, hè. Nou goed, de auto staat er ook gewoon met ramen open en al. Gordel nog aan de voorkant van de bumper. Oh, fantastisch dit. Laat maar zien hoe sterk je bent. Sterkste man? Ja, jij. Kippenbotje. Nee, kom, zeg ik. Aan jou. Kippenbotje, ik denk dat je verbaast over hoeveel kracht hij hierin nog heeft, hè? Nee, hij staat gewoon in zijn vrij. Ja, dat zei je net ook. Ja, kom op, workout. Wie is nou een kippenbotje? Ja, hij zit in een kuiltje. Zeet.
Hij zit in zo'n kuiltje. Kijk die bumper, dames en heren. Oh my god. Dat is echt niet normaal, hoor. Jongen, jongen, jongen. Ja, ik had al zo'n vermoeden dat dit de laatste dag zou zijn van deze auto. Maar er komt nog één dag. Ja, er komt nog één dag. De ene laatste dag. Dat is een goeie. Een grote spektakel. Ja, dit is niet normaal. De ene laatste dag. Kijk, al dat modder ook. Gadverdamme. Even de sleutel erin. Hey, Sjeet. Anders probeer je voor de grap of je nu start. Ja. Was dat voor je rug? Nee, zie je? Hij is helemaal kapot. Hey, maar als je gaat slepen, dan moet er iemand in de auto zitten, of niet? Ja. Nou, we blijven zitten. Je laat natte billen. Ja, man. Gelijk draaien. Ja, ja, ja. Zullen we gelijk omhoog rijden? Ja, ja. Ja, maar gelijk naar die zaak. Doe maar, ja, maar. Jongens, stap maar in. Even uitkijken dat hij niet los vliegt. Ja. Nou, hij zit goed vast. Gast, stap in. Geef me die sleutel eens, want ik denk dat die in zijn slot is gevallen. Waar gaat hij? Oh, kijk dan, hier zit gewoon een slot in. Gast, dit is lijn. Op stuurslot, geef me sleutel. Stuurslot. Echt? Ja. Hij zit op stuurslot. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ja. Net op tijd. Oei. Net op tijd. Oh, anders knallen we van die helling af daar. Doet dit weer? Ja. Hij doet het weer! Oh, hij doet het weer! Hij doet het weer! Wat? Hij doet het weer! Dit meen je niet! Oh my god! Hoe dan? Oh my god! Oh nee! Oh nee! Hij redt het niet, hij redt het niet. Kijk die bumper. Oh. Dit meen je niet. Gast, je hebt het net niet gered. We kregen niet eens achteruit. Jij bent ook een kerel, hoor. Gast, is niet normaal. Oh, gast, gast, gast. Oh my god. Oh my god. Nee. Zeet, wat doe je? De uitlaat. Ze uitlaat. Hier ligt ze uit. Hij heeft geen uitlaat meer. Hij heeft geen uitlaat meer. Dat kan niet. Nee joh. Oh my god, dit meen je niet. Dit is gewoon de uitlaat. Het is gewoon afgebroken. Ik ben blij dat hij het weer deed. Oh, hij is warm. Hij is warm. Hij gaat hem ophalen. Hij staat er gewoon nog aan. Ja, hij doet het gewoon nog. Nou, daar gaat hij. Dames en heren, de Nissan Micra is bijna aan zijn einde. Oh, oh, oh. Dit meen je niet. Ja, maar hoe kan hij nog rijden? Ja, zijn bumper is eraf, zijn uitlaat ligt hier. Het is gewoon de uitlaat. Ik zal even achter de baan rijden. Ja, ik denk dat hij iets straks moet halen. Hij is aan het seinen met zijn licht, wat een gast. Oh nee, hij gaat nog een keer. Hij is helemaal gek geworden. Uit die auto. Hij moet er nu uit, want hij zit dadelijk weer vast. Dat heeft niet dood te maken, hoor. Gast, dit is niet normaal, hoor. Dit ook. Gast, die hele gordel hangt hier. Je verloor hier weer een onderdeel. Kijk dit. Ik weet niet wat het is, maar dit ben je ook verloren. Neem het allemaal mee, hè? Ja, ja, ja. We gaan er wel voor zorgen dat we alles weer meenemen wat hier van de auto is gevallen. Dus ik ga de uitlaten verpakken. Ik pak de bumper en die gooien we even achter in de Nissan. Dit is geen gesponsorde video. Ik word niet betaald door Nissan, maar laten we eerlijk zijn. De auto's van Nissan. Zo. Hey, dit is niet kapot te krijgen, hè? Ja, zo. Dit krijg je gewoon de uitlaat. Ook een bumper in tweeën. Dit is niet te geloven. Oh, oh, oh. Meenemen die handel. Hij rijdt gewoon weer door die plassen, hè?
Dit is niet normaal. Kijk, alles ligt achterin, mensen. Hey, dit klinkt oprecht niet verkeerd hoor. Kom op, hé. Wauw, 54 pk. Dat is hoe het klinkt, mensen. Wow. Oh, hij is uitgevallen, gast. Oh ja, best wel. Hoe krijg je dit voor elkaar? Hey, ik weet niet of ik wel zo verstandig ben. Ik wil met jou mee, Jurriën. Jurriën, blijf hier. Kijk eens even. Nou, op zaten. Gewoon op joh. Ik kan niet meer. De gordel ligt er. Oh my god, dit is echt niet normaal. We rijden zo snel mogelijk naar het bedrijf toe van, hoe heet die ook alweer? Roel. Want dit kan echt niet meer. Deze auto moet niet meer op de weg. Geef je vol gas. Nou, dat hij nog rijdt, ik vind het bizar. Wat hoorde je nou? Je was even aan het grijnen. Zijn we niet? Ik ben zo blij dat deze auto niet meer de weg op gaat. Nee, hè? Oh. Het is steeds mooier op alles, gewoon het dashboard alles. Het is niet normaal. Er is niks meer van over zowat. En alsnog rijdt hij. Even richting aanwijzer. Zo, this is the last. Wat een lucht. Oh. We hebben het echt veel te laat gemaakt, dames en heren. Want het is nu 5:05 en het is al helemaal donker buiten. En we hadden trek, dus we hebben even een lekker soepie gepakt. We waren voor het filmen ook één ding vergeten wat hier nog thuis lag. Waardoor we nu eigenlijk de conclusie hebben getrokken dat we hier in Zeist gaan blijven. En dat we niet meer naar Assen gaan. Want als we nog naar Assen gaan na het eten, we hebben niet alleen lekker soepie, maar ik heb ook pizza's in de oven zitten. Dus als we dan naar Assen gaan, zijn we pas om 8:30 denk ik in Assen. En dan moeten we het ook nog opnemen. En dan zijn we sowieso niet eerder dan 12:00 thuis. En je hoort het aan mijn stem. Ik ben nog steeds verkouden. Af en toe heb ik nog een beetje een hoest. Dus het is gewoon verstandig om niet in één keer weer helemaal te gek te doen en hele lange dagen te maken. Ook gewoon even mijn rust te pakken. En dan gaan we gewoon even lekker, denk gewoon even een gameavondje houden. Lekker Call of Duty spelen. Ja, gewoon even lekker Call of Duty spelen. Gewoon even voor de rest rust. Zo, dames en heren, heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik heb nog even lekker een paar gamepjes gespeeld samen met Jurriën. Die is ondertussen gaan slapen en dat ga ik nu ook maar eens doen. Ik check jullie morgen om 4:00 en dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol, power!